Meneer de algemeen directeur, beste collega's, dames en heren. Welkom op de openbare verdediging van het doctoraatsproefschrift van de heer Jan de Vos met als titel ICT-bestuur voor kleine en middelgrote ondernemingen. De examencommissie voor dit doctoraat werd door de Raad van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur vastgelegd in zijn zitting van 5 oktober. Zijn lid van de leescommissie, professor Jozef de Man, emeritus professor Dirk de Schoolmeester, professor Philip Gijsens, professor Geert Poels, die tevens het secretariaat van deze examencommissie waarneemt, en professor Erik van Hek van de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, hartelijk welkom. Maakt verder deel uit van de examencommissie professor Hendrik van Landegem, die tevens promotor is van dit doctoraat. Ikzelf werd aangesteld als voorzitter van deze examencommissie in mijn hoedanigheid van decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent. De examencommissie vergaderde reeds een eerste maal, namelijk op 18 november. En bij die gelegenheid werd de kandidaat, zoals dat heet, grondig ondervraagd door de examencommissie. En op basis van deze eerste verdediging heeft de examencommissie dan unaniem beslist om de heer Jan de Vos toe te laten tot de openbare verdediging die dus nu vandaag plaatsvindt. Laat me toe de kandidaat even kort aan u voor te stellen. Jan de Vos behaalde het diploma eerst van industrieel ingenieur elektriciteit met optie elektronica aan de Hogeschool West-Vlaanderen in 1982. Het diploma van burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen en toegepaste wiskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1986. Het diploma van licentiaat in management in 1992 aan onze universiteit en de Vlerik Leuven Gent Management School. Alvorens zijn academische carrière aan te vatten, heeft Jan de Vos bijna 20 jaar ervaring opgedaan in de ICT-wereld, waarvan de laatste 6 jaar als zaakvoerder van zijn eigen consultancybedrijf. Tijdens zijn doctoraatsonderzoek, heeft Jan de Vos zijn resultaten voorgesteld op verschillende conferenties en zijn resultaten zijn ook gepubliceerd in verschillende tijdschriften en ook is hij auteur van een hoofdstuk in een boek. Jan, mag ik u dan nu vragen ons een overzicht te geven van uw doctoraatsonderzoek? Meneer voorzitter, dank u. Geachte promotor, geachte leden van de examencommissie, geachte heer directeur, geachte menshoofd, beste genodigden, beste collega's, beste vrienden, beste familie, graag stel ik u mijn werk van de laatste 4 jaar, waar ik de laatste 4 jaar aan gewerkt heb, even kort aan jullie voor. ICT-bestuur voor kleine en middelgrote ondernemingen, IT-governance, begrip in het Engels, is misschien beter gekend, nogal vaak met IT-termen, dat die in het Engels wat beter klinken dan in het Nederlands. Ik heb hoe dan ook mijn eindwerk zoveel mogelijk in het Nederlands proberen te formuleren. Ik ga de agenda voor vandaag even voorstellen. Ik ga een aantal uitgangspunten naar voren brengen die geleid hebben uiteindelijk tot waarom ik dit onderzoek heb gedaan. Ik ga uiteindelijk de doelstellingen die ik voor mijzelf geformuleerd heb, even overlopen. Die worden vervolgens gekanaliseerd in toch een aantal nauwere onderzoeksvragen. Daarbij ga ik ook mijn onderzoeksaanpak even voorstellen. En dan gaan we effectief in het onderzoek zelf, die eigenlijk uit 4 fasen bestaat. Een verkennende fase, een fase van deductie, afleiding, een fase van inductie, opbouw. En uiteindelijk een kleinere fase die een toetsingsfase is, om uiteindelijk te komen tot de conclusies en uiteraard de vraagstelling. Goed, mijn uitgangspunten zijn 3. Een eerste uitgangspunt is de vaststelling KMO's, kleine, middelgrote bedrijven. Een begrip die heel vaak gebruikt wordt. Wat zijn dat? Wie zijn KMO's? We moeten vaststellen dat dat uiteindelijk een ganse evolutie heeft doorgemaakt, maar dat KMO's eigenlijk maar pas in vorige eeuw, halverwege vorige eeuw, echt serieus werden genomen. Daarvoor was uiteindelijk de klassieke productiemiddelen, kapitaal en arbeid, die moest leiden tot alsmaar grotere bedrijven dat regeerde of dat overwoog uiteindelijk in de opinie van zowel academici als van praktijkmensen. Gaandeweg is daar een nieuwe productiemiddel bijgekomen, wat dat men meer en meer begint te noemen
entrepreneurial capital. Twee misverstanden die vaak over KMO's in het woord lopen. Dat is ten eerste, ze zijn echt wel, of ze vormen echt wel de ruggengraat van onze hedendaagse economieën, en dat overal op de wereld. En in tweede instantie, het zijn geen tweede klassers, want het zijn uiteindelijk diegenen die zorgen voor de meeste innovatieontwikkeling, tewerkstelling en vaak ook regionale verankering. Eerste vaststelling. Tweede vaststelling, ICT-mislukking. Ik heb een aantal voorbeelden geprojecteerd waarin dat we vaststellen dat in de pers, zelfs in ons land, dat heel wat projecten, heel wat ICT-projecten, vaak een roemloos einde tegemoet gaan. Is dat een publiek geheim? In ieder geval wordt heel veel onderzoek gedaan naar dat fenomeen. En dat niet alleen recentelijk, maar al geruime tijd. Men is dus al meer dan 40 jaar bezig met vast te stellen wat gaat er nu eigenlijk precies met het invoeren van informatica in bedrijven, zodat dat altijd moet leiden tot heel wat problemen. Derde vaststelling, ICT-bestuur. Als er zoveel waarde verloren gaat, die geïnvesteerd worden in ICT, en die dan uiteindelijk verloren gaat, dan moet er dan toch iets haperen met het besturen van die informatica-functie in het bedrijf. Het begrip is in de jaren 90 ontstaan onder druk van uiteindelijk het begrip corporate governance, is IT governance ontstaan, IT bestuur. Maar wat betekent nu uiteindelijk ICT bestuur in KMO's? Dat heb ik uiteindelijk als doelstelling geformuleerd. Drie uitgangspunten die uiteindelijk zich samenbrengen in een doorsnede waarbij ik zowel het ICT bestuur bij KMO's en vanuit het perspectief van de mislukkingen daar een onderzoek naar gedaan. Eerste woordje ICT, ook een heel groot begrip. Ik heb het over een ICT artifact, een kunstmatig door mensen gebouwd systeem, die uiteindelijk omringd is door een aantal taken. Het is niet louter en alleen een verzameling hardware-software, het is uiteindelijk een systeem die ingebed zit in een geheel van taken, die ingebed zit in een aantal contexten, die vaak een gedaante aannemen van een structuur, een organisatie. Een strategische ICT-artefact heb ik gedefinieerd als zijnde niet zomaar een stukje, een stukje hardware dat we plaatsen in een organisatie. Nee, het moet een systeem zijn, een informatiesysteem, dat uiteindelijk de businessprocessen van een organisatie ondersteunt, mogelijk maakt en zelfs verandert. Dus in die zin heeft het uiteindelijk een diepgaande impact op zowel het strategische, het tactische als het operationele niveau van de organisatie. Bijvoorbeeld de ERP-systemen, de supply chain management systemen, de customer relation management systemen enzovoort. Mijn doelstellingen zijn, ik wil mijn kennis uitbreiden met betrekking tot KMO's, met betrekking tot ICT-bestuur en met betrekking tot ICT-mislukkingen. En ten tweede, ik wil de link tussen gefaalde ICT-projecten en de principes en mechanismen van ICT-bestuur in KMO's verduidelijken. Ruime doelstellingen die, zoals je zegt, best gekanaliseerd worden in heel concrete onderzoeksvragen. Ik heb er vier geformuleerd. 1. Waarom falen ICT-projecten in KMO's? 2. Hoe falen ze? 3. Hoe managen KMO's en ICT-projecten? En ten vierde, is er onvoldoende ICT-bestuur in KMO's? Mijn onderzoeksaanpak. Ik heb voor eerst een strategie geformuleerd. Een onderzoeksstrategie die eigenlijk grotendeels gebaseerd is op, wat we noemen kwalitatief onderzoek. Uiteindelijk, de gedaante van mijn gegevens zijn kwalitatief. Dus uiteindelijk strategisch is mijn onderzoek hoofdzakelijk een kwalitatief onderzoek. Wetenschappelijk-filosofisch heb ik uiteindelijk een zekere, laten we zeggen, een pluralistische houding aangenomen, waardoor ik zowel positivistisch als een ingenieur mathematisch te werk ga, als anderzijds als een sociaal onderzoeker interpretatief probeer te zoeken naar de waarheid, te zoeken naar kennis. Dus in die zin is het misschien wel uniek dat het een menging is, het is geen eenzijdig mathematisch onderzoek. De derde strategische optie dat ik genomen heb, is het ICT-artefact, bekijk ik als een sociotechnisch systeem. Ik heb al gezegd, de ICT-artefact zit ingebed in een organisatie. De factor mens is dus essentieel in mijn onderzoek. En ten vierde heb ik strategisch
de vooraanname genomen door te zeggen dat eigenlijk KMO's zich anders gedragen dan grote bedrijven. Niet zo evident, omdat heel wat onderzoekers daar helemaal niet van overtuigd zijn. Wat dus ook gebleken is uit tal van papers dat ik daarover heb bestudeerd. Mijn ontwerp is dan uiteindelijk in 4 fasen verlopen. Hè. Een verkennende fase, een verklarende fase, een concluderende fase en uiteindelijk een kleine toetsende fase. De methode is net zoals het wetenschappelijk-filosofisch standpunt ook pluralistisch. Ik heb mij bediend van een pleiade van methodes, hoofdzakelijk kwalitatief onderzoek op basis van gevallenstudies, case studies, maar ik heb mij ook bediend van een enquête, ik heb mij ook bediend van een literatuurstudie. Ik heb mij zelfs bediend van een klein beetje statistiek. Goed. Mijn onderzoek verloopt dus in een aantal fasen. Een paar woordjes misschien over de verkennende fase, om dan uiteindelijk de 3 andere fases aan jullie voor te stellen. De verkennende fase is in 2 delen verlopen, een literatuurstudie en een enquête. De literatuurstudie, waarom heb ik dat gedaan? Waarom die verkennende fase? Wel, omdat het uiteindelijk niet zo duidelijk is, de eenheid van analyse, de KMO's, vormt dat nu werkelijk een te onderscheiden groep van bedrijven ten opzichte van alle andere bedrijven. Voor ons heel vaak evident, in de literatuur, in de wetenschap, niet altijd zo evident. 2, wat is er beschikbaar aan gecumuleerde kennis over ICT en KMO's? Ik ben wellicht niet de eerste die met KMO en ICT bezig is, dus er is al heel wat onderzocht. Het is toch best als onderzoeker dat op voorhand te weten om geen open deuren in te trappen. Ten derde, welke theorieën, het gaat uiteindelijk over academisch onderzoek, welke theorieën worden er gebruikt om bepaalde ICT-fenomenen te verklaren? Ook niet onbelangrijk. En tenslotte, uiteindelijk de toetsing van de haalbaarheid van mijn onderzoeksvragen. Dat heb ik mij tot doel gesteld in de verkennende fase. Goed, het literatuuronderzoek, wat zijn daarvan de conclusies? Het bestaande onderzoek naar KMO's en ICT en ICT is redelijk beperkt. 251 collegiaal getoetste artikelen in een periode van 1979 tot 2008 is helemaal niet zoveel. Er is bovendien geen enkele overeenstemming over de grote parameter. Ik heb een paper gelezen die een onderzoek doet naar KMO's en zijn doelgroep gaat van bedrijven met 5 werknemers gaande tot bedrijven met 3000 werknemers. Kun je de vraag stellen in hoeverre dat daar nog het begrip KMO enige betekenis geeft. De KMO's worden ook heel vaak als een te homogene groep beschouwd. 1 groep, de KMO's, en dan worden daaruit globale besluiten uitgetrokken. Gelukkig worden vaak de micro-organisaties, de heel kleine organisaties, tot 10, vaak tot 5 mensen, geweerd uit het onderzoek. Althans, het onderzoek van de KMO's. Als zijnde die KMO's zijn toch wel wat anders. Zo komt men dan uiteindelijk tot inconsistente bevindingen. Hè. Maar goed, uiteindelijk zijn er een aantal zaken die toch boven water zijn gehaald. Ten eerste is de heel trage adoptie van ICT in KMO's. Alle soorten ICT's. Heel traag. Trager dan grote bedrijven. De positie van de eigenaar-manager is veel meer het bepalend beslissingscentrum dan in grote bedrijven, waar dat er veel meer een decentralisatie van de beslissingsmacht zit. Beperkte middelen hebben een invloed op ICT-bestuur voor KMO's. Vaak wordt het aangeduid in de literatuur als resource poverty. KMO's zijn arm aan resources. En een sterke afhankelijkheid van externe ICT-expertise of dus ICT-partners. Uiteindelijk de visie dat ik heb aangenomen in mijn onderzoek. De stelling die al in de jaren 70 werd geponeerd, succes van ICT is positief gerelateerd aan de grootte van een organisatie, vraagteken, is eigenlijk in de literatuur nog niet echt bewezen, hoewel daar sterke indicaties voor zijn. Mijn enquête heb ik gedaan om uiteindelijk nog wat sterker proberen die doelgroep te formuleren. Is het een homogene groep? De homogeniteit van de KMO-sector. Ik heb dat gedaan middels een enquête. Ik heb ook 4 thema's, want ICT, ja, het containerbegrip, wat verstaat u onder ICT? Dus ik heb een 4-tal thema's gedefinieerd om daaruit uiteindelijk die homogeniteit te testen. Uiteindelijk daar heb ik wat statistiek op losgelaten na een verwerking van mijn resultaten. Ik heb kunnen vaststellen dat inderdaad micro-organisaties, de hele kleine organisaties, een afwijkend gedrag, althans op een aantal thema's, een afwijkend gedrag vertonen. Vooral ook de kleine bedrijven en de grote bedrijven, middelgrote bedrijven vertonen significant geen afwijking ten opzichte van de globale groep. KMO's zijn dus geen homogene groep, dat is al heel belangrijk.
Microbedrijven zijn zeer atypisch. Ik heb mij ook niet gericht op de microbedrijven. Ik heb mij voornamelijk gericht op de kleine bedrijven. Kleine bedrijven, bedrijven die minder dan 50 mensen te werk stellen. Ook heel vaak een moeilijk te begrijpen parameter, de grote parameter. Waarom? Omdat u een bedrijf kunt hebben van 150 mensen. Maar goed, hier in België gebruikt men nog de term, maakt men nog een verschil tussen arbeider en bediende. Voor ICT is dat vrij cruciaal, omdat arbeiders heel vaak niet echt ICT-gebruikers zijn. Waardoor een groot bedrijf toch wel de allures kan hebben van een klein bedrijf. Productiebedrijven zijn ook atypisch, omdat die meer vertrouwd zijn met formelere methodes, minder belang hechten aan vertrouwen, daar kom ik straks op terug. We hebben onze verkenning achter de rug, we weten een beetje onze doelgroep, we kennen een beetje onze doelgroep, we gaan in het onderzoek met een verklarende fase, een deductieve fase, en ik heb geprobeerd om in eerste instantie de constellatie te definiëren, en daar hebben we het over een bedrijf die aan project management outsourcing doet. Die dus uiteindelijk het project om te komen tot een implementatie van een ICT-artefact in de organisatie wordt uitbesteed. Uitbesteed aan een ISV, Independent Software Vendor, zoals we dat ook vaak noemen. In deze gevallen is de leverancier verantwoordelijk, geacht, voor het opleveren van het werk. En dan komen we terecht in wat dat men noemt een principal agent setting, een zeer bekende setting die heel vaak gebruikt wordt in de modellering in economie. Tweede, ik heb mij gefocust op de mislukkingen en daar heb ik een eerste publicatie op rondgemaakt rondom de outsourced information system failure. Een nieuw begrip, een nieuwe mislukking. Er is al heel veel onderzoek, zoals ik heb gezegd in het begin, naar ICT-mislukkingen. De meeste mislukkingen worden gecatalogeerd onder verwachtingsfouten. We maken iets, we bouwen iets en het voldoet niet aan de verwachtingen. Een heel mooie definitie, helaas veel te ruim. En dan heb je uiteindelijk twee soorten mislukkingen, die als het ware binair tegengesteld zijn. De beëindigingsfout, het systeem wordt gewoon stopgezet, het gaat niet, stop. Oftewel de escalatiefout, het gaat ook niet, maar men doet altijd maar verder met het systeem. Binnen de beëindigingsfout heb ik specifiek de fout gehaald, de outsourced information system failure. Daarop heb ik mij gefocust, dus met andere woorden, het is een beëindigingsfout, het is een fout die waarbij het systeem is stopgezet. Ik heb daarvoor een aantal cases genomen, ik heb dus een multiple case study gedaan, retrospectief. Dus te zeggen, de gegevens van die cases waren al gebruikt. Het zijn meer bepaald dossiers die werden gebruikt in gerechtsexpertises, waarin uiteindelijk ICT-problemen voor een rechtbank werden gebracht en waarbij uiteindelijk de agent en de principaal uiteindelijk een geschil, een dispuut hadden. Hè. Hier ben ik positivistisch te werk gegaan. Ik heb uiteindelijk mijn cases, wat heb ik gedaan? Ik heb twee theorieën. Theorieën dat ik uiteindelijk gehaald heb uit de lezing van de literatuur. Welke theorieën zijn er nu echt dominant in het gebruik of in het verklaren van fenomenen bij KMO's? Dat is in eerste instantie de controletheorie, die zich grotendeels uit de principal agent theorie laat distilleren, zeg maar. Hè? Waarbij dat we uitgaan van de homo economicus. Laat ons zeggen, de mens is een rationeel wezen, althans voor een groot gedeelte. Er is bounded rationality, hè, die rationaliteit is niet 100%, maar men gaat er toch maar even gemakkelijkheidshalve van uit. Het is daardoor natuurlijk een theorie die zich idealerwijs laat wiskundig modelleren. Daarnaast heb ik een theorie geplaatst van vertrouwen. Theorie van vertrouwen die veel meer zijn munitie haalt, als ik het zo mag uitdrukken, uit de sociale interacties, uit uiteindelijk gedeelde morele waarden en normen, waarbij dat er uiteindelijk ook, laat ons zeggen, een aantal niveaus van vertrouwen ontstaan waarbij partijen mee kunnen samenwerken. Als de controletheorie zich baseert op een geschreven contract, die twee vormen kan aannemen, een resultaatsverbintenis of een middelenverbintenis, dan haalt uiteindelijk het vertrouwen zijn legitimiteit uit een psychologisch contract. Een psychologisch contract die er is tussen twee partijen. Dat is mooi aangetoond door dit schema, waarbij dat we uiteindelijk gestructureerde controles hebben, waaruit het geschreven contract, of waar voornamelijk het geschreven contract zich op baseert. En dan hebben we uiteindelijk het vertrouwen, waarop voornamelijk het psychologisch contract zich op baseert. Beiden hebben uiteindelijk gaan een rol spelen als er
onverwachte veranderingen zich voor. Ja? Ik ga dat even overlaten. Hoe ga ik in principe te werk? Ik heb die twee theorieën. Die twee theorieën worden als rivaliserend ten opzichte van elkaar geplaatst. En daarnaast heb ik mijn gevallen. Uit de gevallen haal ik een aantal observaties. En uit mijn theorieën haal ik proposities. En ik probeer die te matchen, of niet te matchen. Met andere woorden, ik probeer die te falsifiëren. Goed, ik heb mijn vier proposities geformuleerd. Gehaald uit de theorieën. Eerste propositie, een mislukking, een informatica mislukking. Een OISF zal zich voordoen als er geen gestructureerde controles worden toegepast. Eerste propositie. Tweede propositie. Ze zal zich voordoen als er geen resultaatsverbintenis is. Derde propositie. Voor de wiskundigen is de logische end van de vorige twee. De mislukking zal zich voordoen als er geen structurele controles worden toegepast. En als er geen resultaatsverbintenis is opgesteld. En de vierde. Ze zal zich voordoen als er geen vertrouwen meer is tussen. Ik ben vervolgens mijn cases gaan dissecteren en heb daar een aantal observaties gedaan. En die observaties ben ik beginnen aftoetsen. Dus u ziet een aantal punten die werden gecontroleerd in de cases, om uiteindelijk tot een falsificatie te komen van mijn proposities. Zoals u kunt zien, de theorieën die ik gebruik zijn procestheorieën. Staat in schril contrast tussen variantietheorieën. Variantietheorieën zijn theorieën die in de wiskunde gebruikt worden. En daar is uiteindelijk maar enkel de construct oorzaak-gevolg is invariant. Bij een procestheorie is dat niet zo. Daar kunnen er extra constructs zijn die mee, al dan niet, het gevolg gaan bepalen. Zoals u kunt zien, die proposities zwart. Excuseer voor de kleur, het zou eigenlijk rood moeten zijn, maar zwart is in deze ook een goede kleur. Zijn dus uiteindelijk gefalsifieerd, niet waar bevonden. Hier niet, maar hier is het dus niet van belang. De groene, of de lichtgroene, zijn waar bevonden. Heeft mij uiteindelijk geleid tot een falsificatie van de eerste drie proposities. Noteer, of merk op, de derde propositie is een sterke propositie, omdat die de logische end van de eerste twee proposities impliceert en dus uiteindelijk verworpen is. De enige propositie die niet verworpen wordt, is de vertrouwenspropositie. Doet ons concluderen dat vertrouwen een belangrijke rol speelt, een belangrijkere rol speelt, bij het vermijden van een mislukking dan controle, althans in kleine bedrijven. Het is meestal de ISV, de Independent Software Vendor, die het vertrouwen breekt. Typische voorbeelden zijn de beloftes die niet worden waargemaakt. De ISV werd onvoldoende aan een vertrouwensopbouwende mechanisme vastgesteld. En vertrouwen gaan hand in hand met controle, uiteraard. Het zijn dus, dat men noemt, mengende theorieën. En KMO's bezitten beperkte ICT-management bekwaamheden en praktijken. Een toetsing van een theorie. Ik heb uiteindelijk nog wat verder gegaan. Ik ben omgekeerd te werken gaan, inductief. Ik heb uiteindelijk mijn cases teruggenomen en naar bovenop gewerkt om daaruit proberen een theoretische verklaring te geven voor wat dat er uiteindelijk kan verkeerd lopen. Daarvoor heb ik opnieuw weer de Outsourced Information System Failure als eenheid van analyse genomen. Ik heb dus nu een theorieopbouw gedaan op basis van gevallenstudies. Er zijn daar twee mogelijkheden in. De eerste mogelijkheid is de strikt puriteinse aanpak waarin dat je geen enkele theoretische voorbeschouwing neemt. En de tweede is waarin dat je zegt, ja kijk, u kunt uw manier van denken toch al een klein beetje kneden door een aantal theorieën op voorhand te nemen. Ik heb die laatste genomen. Ik heb me dus met andere woorden al een klein beetje laten inspireren door een aantal theorieën. En opnieuw weer meervoudige gevallenstudies. De theorieën dat ik gebruik heb zijn deze theorieën. De twee van zijn al bekend, de Principal Agent Theorie. De market for the lemons, de prospect theory, de incomplete contract theory en uiteindelijk de theorie van vertrouwen, de organizational trust theory. Ik heb uiteindelijk een werk geschreven rondom de theorie van de market of the lemons, omdat uiteindelijk die theorie interesseerde mij heel hoog.
Maar ik heb uiteindelijk toch vastgesteld dat al die theorieën toch wel een aantal gemeenschappelijke constructs delen. En een van die constructs, één is de bounded rationality, en een ander die heel belangrijk is in deze, is uiteindelijk de informatieasymmetrie die ontstaat tussen enerzijds de agent en de principaal. Om mijn raamwerk op te bouwen, heb ik mij ook laten inspireren door wat men noemt het nomologisch ICT-netwerk. En dat is uiteindelijk een zeer belangrijk netwerk, en dat is een systeem die eigenlijk verklaart hoe dat een ICT-artefact een impact kan hebben op een organisatie. Want daar gaat het hem om in dit onderzoek. We hebben een ICT-artefact, ik heb al uitgelegd wat dat is, die moet uiteindelijk naar tevredenheid leiden, die tot gebruik leidt, het gebruik moet een impact hebben, en die impact wordt teruggekoppeld naar waar we eigenlijk hadden moeten beginnen, dat zijn de managementbekwaamheden en de managementpraktijken. Is een gesloten systeem, het nomologisch ICT-netwerk. Dat heb ik als inspiratie gebruikt om uiteindelijk mijn opbouw te doen. Mijn opbouw, hoe heb ik dat gedaan? Ik heb opnieuw weer mijn cases. Ik heb observaties gedaan van mijn cases. Dat heb ik impactfactoren genoemd. Ik heb mij daar een klein beetje bediend van een hulpmiddel door eigenlijk beroep te doen op risicofactoren. Een lijst van risicofactoren, de IT-risicofactoren, die theoretisch redelijk goed onderbouwd zijn, en die uiteindelijk een link hebben kunnen leggen naar de theorieën dat mij op voorhand heb uiteindelijk voorgenomen te gebruiken. Die hebben mij mogelijk gemaakt om die observaties uiteindelijk te mappen, theoretisch al een zekere richting te geven. Waardoor dat geleid heeft tot uiteindelijk mijn model. Dat is mijn model. Het is een grotendeels het nomologisch ICT-netwerk, maar die uiteindelijk uitgebreid is met de principal en met de agent, met de markt, de construct van de markt, en uiteindelijk de meeting of the minds, waarin dat we uiteindelijk een voorstel hebben, een offerte, een contract, dan pas de ICT-artefact, en dan uiteindelijk de tevredenheid, of de tevredenheid en het gebruik, en dan pas de impact van het systeem, de impact die bij deze uiteraard een verkeerde, of helaas de falikante aanpak is, namelijk de mislukking. Maar goed, uit mislukkingen kunnen we vaak meer leren dan uit successen. Daaruit heb ik 11 hypothesen gedistilleerd, niet gedistilleerd, eigenlijk opgebouwd. 11 hypotheses, ik heb er 3 naar het domein van de principaal gezet, 2 naar het domein van de agent, 3 naar het domein van de meeting of the mind, de contractfase. 1 naar de ICT-artefact, 1 naar het gebruik en 1 naar de impact. Dat is uiteindelijk mijn model geweest. Uiteindelijk, wat heb ik als conclusie uit mijn model? Ik heb 11 hypotheses, die uiteindelijk empirisch correct zijn, want ze zijn gefundeerd in de empirie, in de gevallenstudies. Ze zijn falsifieerbaar. Met andere woorden, het is in ieder wordt uitgedaagd, en dat behoort ook zo te zijn voor een goed wetenschappelijke theorie, wordt uitgedaagd om dat te gaan falsifieren, te kijken, is dat juist, is dat niet juist? Het heeft een uniek KMO-perspectief, want ik ben vertrokken vanuit KMO's. Het is generisch en niet enkel bestemd voor één bepaalde technologie, uiteraard in acht genomen het strategisch ICT-artefact, een soort systemen dat ik op voorhand als het ware heb gedefinieerd, strategische ICT-systemen. Het bevat eigenlijk ook een complete cyclus van plan, do, run, act, typisch voor een managementbenadering. En ik denk dat het de basis heeft voor ICT-besturing. Ik heb een kleine toetsing gedaan. Het werk is dermate dat ik natuurlijk niet alle 11 mijn hypotheses nog één voor één heb kunnen testen. Dat is, ik zou zeggen, werk voor mensen die na mij komen. Maar ik heb er toch één genomen. En die getoetst, en dat is dus de Theory of Lemon Markets geweest. Daar heb ik een specifieke publicatie rondom geschreven. Een theoretisch traktaat, zeg maar. Dat is een belangrijke theorie die zegt, als je op een markt informatieasymmetrie hebt tussen koper en verkoper, als met andere woorden de koper niet echt kan oordelen wat de kwaliteit is van de verkoper, wat dat vaak het geval is met een KMO die uiteindelijk zich op de markt bevindt en die daar een strategisch ICT-artefact wil kopen, dan bestaat het risico dat die markt uiteindelijk gaat degenereren. Met andere woorden,
Die markt trekt lemons aan. Lemons is een woord, citroenen, hè. Zijn uiteindelijk, het is een begrip die komt uit de tweedehands automarkt, waarbij dat je uiteindelijk een wagen koopt, ja, die uiteindelijk toch niet voldoet aan datgene wat dat de verkoper had verteld, dat hij zou voldoen. Dat begrip blijft een beetje overeind. Maar een lemon is uiteindelijk een systeem die echt niet voldoet aan de kwaliteiten die zouden moeten helden op die markt, waardoor dat eigenlijk diegenen die wel goede kwaliteit verkopen, die markt ontvluchten. En dat is hetgene wat ik vermoed, dat op de markt waar dat KMO's en ICT aankopen, zij geconfronteerd worden, meestal met lemons, en dat de goeien, diegenen die echt kwalitatieve producten hebben, heel vaak die markt wat ontwijken. Dus dat was mijn hypothese. De markt waar de KMO, principaal en de agent elkaar ontmoeten, vertoont de kenmerken van de lemonmarkt. Ik heb een enquête gedaan. We hebben 484, hoe hebben we het gedaan? In twee fasen. We hebben 484 websites van kleine ISV's onderzocht en gekeken hoe dat hun propositie is, hoe dat hun voorstellen worden gemaakt naar de klant toe. We hebben daar een aantal controlepunten op gedefinieerd. En we hebben ook 6 interviews, ondersteunende interviews gedaan met CIO's, informatica verantwoordelijken van KMO's, om dat uiteindelijk te checken. De resultaten zijn er. We hebben uiteindelijk sporen teruggevonden van de lemonmarkt. Het is uiteraard zeer moeilijk om daar binair zwart op wit te zeggen. Ja, het is een lemonmarkt. Nee, het is geen lemonmarkt. Bovendien, het is een dynamisch begrip. Maar er zijn sporen van de lemonmarkt. De lemons zijn voornamelijk de heel kleine ISV's. De grote ISV's vluchten inderdaad de KMO-markt. En KMO's worden voornamelijk bediend door kleine KMO-ISV's. Maar anderzijds is er gelukkig positief een zeker zelfreinigend vermogen vastgesteld op de markt, die uiteindelijk waar dat de agenten zich toch wel, laat ons zeggen, op een behoorlijke manier meer en meer profilerend om zich zeker niet als een lemon voor te doen op de markt. Ik kom tot mijn conclusies, terugkoppeling naar mijn onderzoeksvragen. Waarom falen ICT-projecten in KMO's? Wel, er zijn beperkte ICT-managementbekwaamheden. Kleine ondernemingen doen noodgedwongen beroep op externe ICT-expertise. Daardoor ontstaat een situatie van informatie-asymmetrie. En KMO's zijn niet bereid om de kosten voor het wegnemen van die informatie-asymmetrie te maken. Hoe falen ze? Er ontstaan outsourced information system failures. Daarbij is het verlies van vertrouwen een cruciale factor. CEO's en KMO's lijken meer te steunen op vertrouwen dan op gestructureerde controles bij het uitvoeren van ICT-projecten. En ICT-projecten falen in KMO's door een gebrek aan afdoend ICT-bestuur. Hoe managen KMO's hun ICT-projecten? De KMO's managen hun ICT-projecten in afwezigheid van een formeel intentioneel ICT-management. Het raammodel dat ik opgemaakt heb, biedt een verklaring voor de wijze waarop KMO's hun ICT-projecten managen. De beperkte ICT-managementbekwaamheden zijn daarbij een essentieel component. En de uitbesteding van ICT-projecten vindt plaats op een lemonmarkt. Is er onvoldoende voldoende ICT-bestuur in KMO's? In eerste instantie, ICT-bestuur zoals het nu bekend is, is zeker geen concept voor KMO's. Het is onvoldoende, ICT-bestuur in KMO's is onvoldoende, omdat er een tekort is aan technische en methodologische praktijken voor het management van KMO's. En de bestaande methodes voor ICT-bestuur kunnen zomaar niet ingezet worden bij KMO's. De concepten van ICT-bestuur moeten daarom herontworpen worden voor KMO's. Ik heb een aantal uitdagingen voor verder onderzoek. In eerste instantie wetenschappelijke uitdaging, uiteraard het verhogen van de externe validiteit van mijn resultaten, door het testen van de geïnduceerde hypotheses, uitnodiging tot verder onderzoek. Er is ook een uitdaging voor de overheid. Een overheid die, naar mijn inzien, meer moet opzetten, kwaliteits- en certificeringsprogramma's moet opzetten voor ISV's die zich naar een KMO-markt begeven. En ik stel vast dat dat in landen en ook in Vlaanderen al wordt gedaan. Recentelijk is dus in Vlaanderen het Ethic Charter van start gegaan, waarbij dat men uiteindelijk ISV's die op de KMO-markt zich begeven, voorgesteld worden om uiteindelijk een ethisch charter te ondertekenen.
ligt in lijn met dat uiteindelijk, dat, die grote notie van vertrouwen. Ten slotte heb ik ook een uitdaging voor het management, zou zeggen de praktijk. De discipline van RCT is uiteindelijk, heeft een zeer sterke praktische component, een praktische kern. Ik kom zelf uit die kern, ik heb een ervaring als practitioner, zeg maar. Dan zou ik zeggen, luisteren naar de wetenschap, maar vice versa. Ik heb vastgesteld dat beide communities eigenlijk elkaar niet echt goed begrijpen. Er wordt heel veel theoretisch werk gedaan, die helemaal niet doordringt naar de praktijk. En omgekeerd, er wordt vanuit de praktijk enorm veel methodologieën opgebouwd, hè, die heel vaak weinig respect krijgen in de academische community. Ik vind het spijtig. Maar anderzijds vind ik wel dat er methodes moeten ontwikkeld worden die realistisch zijn, althans voor hun kamer. Ik beëindig hiermee mijn referaat en nodig u dan. Dank u Jan voor deze boeiende uiteenzetting. En dan hebben de leden van de examencommissie nu terug de gelegenheid om een aantal vragen te stellen. En ik zou hierbij graag eerst het woord verlenen aan ons buitenlandslid, namelijk professor Van Hek. Achter rector, hartelijk dank voor de uitnodiging om deel te nemen aan deze promotiecommissie. Ik beschouw het als een eer om hier in Kortrijk aanwezig te zijn om te opereren. Achterom Wenders, ik heb met genoegen uw proefschrift gelezen. We hebben daar al een aantal vragen over gesteld. Ik denk dat uw proefschrift gedegen is. En ook bijzonder, u hebt het zelf al aangegeven, bijzonder. Omdat in het vakgebied de meeste proefschriften gaan over grote organisaties, over succes en over variantietheorieën. En uw proefschrift gaat over kleine organisaties, over falen en over procestheorie. Dus hulde om juist in deze hoek het proefschrift verder te expliciteren. Ook hecht ik er waarde aan om erkentelijkheid uit te spreken over het feit dat hij vanuit de praktijk een stap heeft gemaakt naar de wetenschap. En u ook gegroeid bent in de Europese gemeenschap van informatiesystemenonderzoekers. Ik kan me nog herinneren de eerste keer dat wij elkaar spraken in Zeealpzee. Dat is tijdens het Europese dagrolconsortium op grote hoogte in de Alpen, dat u heel schuchter uw eerste hypotheses aan de community voorlegde. En het is goed om te constateren dat daar nu een stevig verhaal staat. En ook om goed om te constateren dat u een actief deelnemer bent in dat hele Europese consortium van onderzoekers. Toch heb ik nog een aantal vragen. De eerste vraag gaat over het centrale model, dat is het OSIP-model, hoofdstuk 6. Kunt u aangeven op welke wijze zowel de principaal als de agent uw model kan hanteren om falen bij het ontwikkelen van en het implementeren van informatiesystemen te kunnen voorkomen? En met name de feedbackloop die in uw model zit, die interessant is gezien alleen aan de principaal kant zit en niet aan de agentkant. Terwijl ik zou zeggen dat juist de agentkant, omdat hij verschillende keren bezig is te implementeren, veel meer feedback krijgt. Terwijl de principaal in feite, als het goed zou zijn, één keer de kans krijgt om te leren van een mislukking, om daarna natuurlijk een succes te implementeren. Dus kunt u aangeven op welke wijze dat model behulp zou kunnen zijn voor zowel de principaal als de agent, met name om een feedbackloop qua governance structuur te kunnen richten. Ja, dank u voor die vraag. Inderdaad, ik heb, laten we zeggen, het model is misschien enerzijds wat asymmetrisch en wat meer gericht naar de principaal, waarbij dat de agent, althans die indruk ontstaat, zeker voor het vertrouwen, omdat de vertrouwensopwekkende opbouwende mechanismen in feite door de ISV, door de agent, uiteindelijk moeten waargemaakt worden. Laat ons zeggen, aan de kant van de principaal is uiteindelijk het wegwerken van de informatieasymmetrie door effectief de controlekost te maken. Dat is uiteindelijk, ik zou zeggen, de grootste
les, als ik het zo mag zeggen, de grootste managementbekwaamheid die uiteindelijk zal moeten nageleerd worden, dat is dat ICT zo belangrijk is dat uiteindelijk het vereist voor het management het aandacht dat het nodig heeft, net zoals dat er ook aandacht besteed wordt aan andere bedrijfsfuncties, zoals daar zijn de productiefunctie, de verkoopsfunctie, de marketingfunctie. Om een of andere reden wordt de IT, de informatiefunctie in bedrijven, plotseling wordt dat eigenlijk een pure technische aangelegenheid, waardoor dat uiteindelijk zo'n debakel ontstaan. Dus de managementbekwaamheden moeten effectief ook, en mede door die mislukkingen, wat ik gezegd heb, uiteindelijk is het ook een lerend systeem, hoewel dat daar ook wat publicaties verschenen zijn, dat de organisaties toch wel heel hardnekkig zijn in het leren. Ze leren soms falen, eerder dan te leren opstaan uit falingen. Maar goed, uiteindelijk is dat toch de betrachting dat uit die cyclus uiteindelijk die managementkosten hopelijk gemaakt worden om die controle te kunnen waarmaken. Mijn tweede vraag heeft betrekking op de definitie van kleine en middelgrote ondernemer. U geeft in uw proefschrift aan dat die definitie veelal gehanteerd wordt in het aantal te werk gestelde, de jaarlijkse omzet en de balans totaal. Maar ook hier geldt, en dat constateert u eigenlijk ook, dat deze definitie eigenlijk niet veel zegt over de onderneming, met name de mate waarin zeg maar, het management ICT kan hanteren, begrijpen en hanteren en ontwikkelen. Er zijn natuurlijk voorbeelden van hele kleine bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan Larry Page en Sergey Brin, die in 1998 Google met z'n tweeën hebben opgericht. En begonnen zijn als tweemanszaak. En nu werken er 31.000 werknemers. Gegeven uw onderzoek, zegt u in feite van er is een behoefte om een andere maatstaf te gaan nemen. Een andere maatstaf te ontwikkelen. Om klein en groot te duiden. En dan niet in het aantal werknemers, maar in een andere dimensie. Kunt u vanuit de resultaten van uw onderzoek zo'n maatstaf aangeven? En welke aspecten zouden bij die maatstaf een rol kunnen gaan spelen om klein en groot anders te definiëren dan voor nu gebruikelijk zijn? Het is een zeer moeilijke issue, omdat uiteindelijk in het onderzoek wordt er inderdaad vrij snel naar makkelijke, hanteerbare, de grote parameter is uiteraard zeer gemakkelijk hanteerbaar. In deze voor ICT niet eenvoudig, maar ik denk wel dat we toch tot een multivariabele benadering gaan moeten komen, enerzijds. En anderzijds, het is ook een dynamisch concept. Hè. De bedoeling is uiteindelijk dat een KMO mogelijk kan groeien en dus ook groter wordt, waardoor uiteindelijk zijn definitie uiteraard ook gaat ophouden te bestaan, want hij gaat groeien, hij gaat groter worden. Ik denk dat we het moeten gaan vinden, maar die zijn heel moeilijk te onderzoeken, alhoewel dat er heel veel onderzoek op gebeurt. Dat is naar de persoon van de entrepreneur. Dat is uiteindelijk cruciaal in deze. Heel moeilijk te meten, maar die figuur, het is ook gebleken uit veel literatuur, veel onderzoekers komen dan toch wel tot die conclusie dat dat centraal beslissingscentrum, familiale bedrijven bijvoorbeeld, heel belangrijk, heel floriserend, tot plotseling er een familiaal overdracht gebeurt en plotseling groeit het niet meer. Dus er zit daar een disruptie in, heel vaak. Hè. Echt heel moeilijk om die parameter eenduidig te gaan bepalen, maar ik denk een aantal aspecten. De resource poverty is ook opnieuw heel moeilijk te meten, maar is ook duidelijk een parameter die mogelijk kan meegenomen worden. De tijd waarin een organisatie in de business zit, bijvoorbeeld een bedrijf, een ICT-bedrijf, die al 15 jaar actief is bijvoorbeeld, dat is voor ICT dan natuurlijk, is een bedrijf die toch al een zekere, laten we zeggen, misschien nog altijd een KMO is, maar toch al een zekere constitutie heeft. Hè. En dat is toch ook iets dat heel vaak, af en toe heb ik al gezien, dat dat ook wel een keer gebruikt wordt. De tijd dat men al, vaak gebruikt men dan het aantal keer dat men al geïnformatiseerd heeft, hè. Wat dus de graad van sofisticeerdheid met ICT ook bepaalt om een grote parameter te kunnen vervangen. Geen eenvoudige opdracht, en ik denk dat we het gaan moeten hebben van meervoudige parameters. Dank u voor deze vragen. Dan zou ik nu het woord geven aan professor Poens. Ja, dank u.
Jan, alvast proficiat. Ik weet dat het nog een beetje te vroeg is, een half uurtje of zo, maar ik ben een van de eerste die u proficiat kan wensen. Ik denk dat het een prachtig werkstuk is. Ik bewonder eigenlijk in de eerste plaats de methodologische rigorositeit waarmee je bent te werk gegaan. Je hebt duidelijk op voorhand heel goed nagedacht over die methodologie. En dat komt uw werk ten goede. Je bent er ook heel realistisch in. Je weet ook wat je kan doen met die onderzoeksmethode, wat de beperkingen zijn. En dat komt ook heel goed tot uiting in je proef, in je werkstuk. Ik heb toch een vraag. Je weet dat ik u op het examen, de voorverdediging, zeggen wij in onze faculteit, heb lastig gevallen met heel wat gedetailleerde vragen. Dus dat ga ik nu niet doen. Het is een meer beschouwende vraag. Op het einde geef je een aantal implicaties voor de praktijk, waaronder een aantal richtlijnen voor beter beleid. En je zegt onder meer dat die markt van KMO's en softwareleveranciers, dat die beter gereguleerd zou moeten worden door de overheid. En je hebt daarnet vermeld die certificeringsprogramma's, die kwaliteitslabels. En dat gaat zeker een belangrijke rol spelen om ergens die informatieasymmetrie weg te werken, vertrouwen te scheppen. Maar in je proefschrift geef je ook een andere aanbeveling. En dat is dat eigenlijk de overheid KMO's zou moeten aanmoedigen, financieel, om vlugger ICT te adopteren. En vlugger nieuwe systemen aan te kopen enzovoort. Kan je even verklaren hoe dat past ergens in je verhaal, in de problematiek hier en de oplossingen die je ziet? Ja. Well, dank je voor de vraag. Het is natuurlijk een geloof dat ik heb, dat ICT effectief toch wel een motor is tot innovatie. Waardoor dat ik het spijtig vind dat heel veel KMO's effectief, als u ziet hoeveel dat die falingen effectief kosten, wat voor waarde er effectief verloren gaat. Als je dan andere voorbeelden is hier net gegeven van een Google, waar dat twee mensen louter en alleen door ICT bijna de ruimte in vliegen, dan vind ik dat heel spijtig. Dat een aantal KMO's niet tot die beslissing komen of effectief veel meer ICT te gaan adopteren. En dat is uiteindelijk de inspiratie dat ik zeg, ja, ICT is een zo'n belangrijke driver tot innovatie, tot groei. En zeker als we vandaag de dag kijken, veel bedrijven, ik heb een paar voorbeelden, zijn met een aantal masterproeven bezig, waarin dat we zien dat ICT de organisatie is. Het is uiteindelijk, het bestaat maar enkel niet meer uit ICT. Dus er is geen vraag niet meer, moet daar ICT zijn of niet, het is gewoon broodnodig. En dat is uiteindelijk de motivatie dat ik geef, dat die bedrijven waarbij dat er echt entrepreneurial spirit is, dat die mensen echt moeten aangemoedigd worden om ICT te gaan, om te gaan investeren in ICT. En uiteraard een goed bestuur daarvan te gaan tentoonspreiden. Misschien nog even daarop aansluiten, ja? Dan kan je dan ook verklaren hoe dat dit dan kan verhinderen dat die markt een lemmenmarkt wordt. Ja. Wel, daar vind ik dat de overheid een regulerende rol moet spelen. We zitten ergens, en ik stel vast dat dat in Europa meer gebeurt dan in de Verenigde Staten. Maar goed, overheden, denk ik, het zijn ja, een beetje couveuse kindjes, KMO's, en die moeten af en toe wat geholpen worden. Ik denk dat de overheid daar een taak in heeft. Om uiteindelijk toch wel te zorgen dat ze die moeilijke periodes, want er zijn toch wel een aantal periodes waar een bedrijf doorgaat, vooral in de beginfase, die moeilijk te overbruggen zijn, dat daarin de overheid toch wel een rol kan spelen om die moeilijke periodes te overbruggen. Ik vind dat de rol daar voornamelijk weggelegd is in de overheid. Ik stel vast dat ook de Amerikanen veel meer een gecorrigeerde economie gaan toepassen, om uiteindelijk toch ook wat meer te gaan reguleren en eigenlijk niet meer alles maar zijn beloop te laten. Er gaat gewoon te veel waarde verloren. Okay, dank u wel. Dank u voor de vraag. Dan de collega De Man. Ik ga mij aansluiten bij de opmerkingen van mijn collega's. Dit is een zeer degelijk werk. Ik denk in het bijzonder dat het een groot voordeel geweest is voor jou te kunnen terugvallen op een zeer gevarieerde loopbaan, ervaringen die je opgedaan hebt, informatie die je hebt kunnen verzamelen in de loop van die loopbaan. En dat uit zich ook in de kwaliteit van het werk. Ik heb een vraagje in verband met een opmerking die je in een van de eerste slides gemaakt hebt, waarbij je zei van de modellen zoals COBIT, ITIL,
PMBOK en Prince2 zijn dan meer projectmanagement modellen. Daar springen we niet direct van met de meer algemene modellen. Ik denk dat CMMI en de Capability Maturity Model Integration daar waarschijnlijk ook in past. Zijn niet zo direct van toepassing op KMO's, omdat zij vaak enorme investeringen vragen, zeer veel middelen vragen. En dus eigenlijk denkt men enkel maar toegepast kunnen worden in grote bedrijven. Denk je dat dat inderdaad het geval is? En zouden deze modellen misschien toch kunnen, misschien in een lichte versie, zoals ze voor sommigen zelfs ontwikkeld zijn, in een lichte versie van toepassing kunnen zijn op KMO's? Wel, er wordt heel veel inspanning gedaan om dat op een dergelijke manier te benaderen. Ik heb zelf ervaring van een groot model dat men uiteindelijk in een light version heeft proberen af te slanken om uiteindelijk naar de KMO toe te stappen. Waarbij dat men dan toch vaststelt dat de complexiteit van het geheel zodanig groot is, ook voor KMO's, dat een afslanking amper mogelijk is. Het is dus eigenlijk, van die methodes bedoel ik, dus ze zijn inderdaad zeer ruim, dan is het eigenlijk zoeken naar hoe dat u dat effectief kunt gaan afslanken. En dan denk ik, dan is een klein beetje de kritiek dat ik heb naar die methodes, dat die methodes heel vaak louter gegroeid zijn uit de praktijk. En voornamelijk dan de praktijk van de grote bedrijven. En als je die wilt gaan hermodelleren, dan kom je vaak fundamenten tekort om die te gaan herkneden naar KMO's toe. En daarvoor vind ik dat ze eigenlijk wat dieper moeten gaan, en daar kan ik de kritiek van de academische wereld wel volgen, dat men zegt, er is eigenlijk onvoldoende theoretisch fundament in die methodes, om uiteindelijk die methodes een validiteit te geven, ook in kleinere bedrijven. Ik denk dat in principe die grote bedrijven worden toegepast, zeker zinvol zijn. En zeker ook zinvol zouden kunnen zijn in een KMO. Alleen denk ik dat we toch nood hebben om uiteindelijk aangepaste methodes, vooral voor die kleinere bedrijven, om uiteindelijk een soort instap te krijgen tot de full version, zeg maar, die dan mogelijk wel kunnen toegepast worden. Men ziet dat deze methodes ook gebruikt worden in het kader van certificaties. Ja. Past dat dan bij de aanbeveling die u doet om bedrijven te laten certificeren? Wel, uiteraard, maar dat is amper haalbaar natuurlijk voor die bedrijven om die certificaten te behalen. Hoe groot die wel ook vaak is om het te doen. Maar de weg ernaartoe is vaak onmogelijk voor elkaar. Een kort vraagje en voor één keer met een kort antwoord misschien. Want de bedoeling is om een kort antwoord te krijgen. Wanneer je nu naar een bedrijfsleider van een KMO zou toestappen en hem in zeg maar 20 seconden moet een aanbeveling doen op wat hij moet doen om een falen van ICT, van een ICT-project te bewerkstelligen, wat zou je dan zeggen? Onmiddellijk zijn agenda pakken en tijd vrijmaken voor dat project. En daar prioriteit van maken. En zorgen dat hij op gezette tijden aanwezig is als er beslissingen moeten genomen worden. Of om dat tijd te sturen. Ik dank u. Oké. Jan, beste promovendus, ik sluit me uiteraard aan bij ter lof voor uw werk vanwege de collega's. Nee, maar toch ook, ik heb nog een vraag of twee. En een van de vragen is, waar ik nog altijd een beetje mee worstel, je hebt gesproken over het grote belang van vertrouwen. Maar bij mij blijft toch nog een beetje de vraag hangen of dat vertrouwen nu voor of naijlend is ten opzichte van het falen van het project. In die zin, u hebt uw studie gedaan na afloop. Het was al bijna voor het gerecht gekomen als je begonnen bent, waardoor het moeilijk is waarschijnlijk om te bepalen, ja, er is geen vertrouwen meer. Nu, na een falen lijkt mij dat logisch. Maar de vraag is, was het voor of naijlend of beiden? Kunt u daar even wat uitweiden? Het is zeker niet eenduidig. Ik ben geneigd om eerder te zeggen, het is voorijlend. De situatie die zich meestal voordoet, is dat er geen enkel vertrouwensbreuk is, dat er een sterk vertrouwen is, vaak een te naïef vertrouwen zelfs, van de principaal in de agent. Een te naïef vertrouwen die heel vaak als een moreel risico, als een opportunistisch gedrag wordt ingevuld door de agent, waardoor dat eigenlijk hij het potentieel ziet om dat vertrouwen te gaan misbruiken. Dus het vertrouwen, de kiem van het wantrouwen, is eigenlijk al vrij vroeg aanwezig. Het is precies dat waar dat de agent uiteindelijk vertrouwensopbouwende, vertrouwensversterkende, met andere woorden, doen wat hij beloofd heeft, is een vertrouwensopbouwend mechanisme, is uiteindelijk iets dat moet tegen. Als dat niet gebeurt, dan krijgen we een vrij snelle ontaarding van het vertrouwen, het wantrouwen die ontstaat, dat uiteindelijk leidt tot een dispuut. Oké,
En dan is het zeer moeilijk om die rollende bal nog stil te krijgen. Maar het is eerder vooruit. Oké, dan nog een tweede vraag die daar een stukje mee te maken heeft. U hebt als een van uw aanbevelingen gegeven een certificaat voor de leverancier. Ja. Maar wat mij betreft is een falen van een ICT-project ook een falen voor de leverancier. Vraag is, moet er ook geen aanbeveling zijn? En ik geef het voorbeeld, als je een autoverzekering wilt, moet je een rijbewijs hebben. Als je een hypotheeklening wilt, moet je ergens bewijzen dat je kredietwaardig bent. Moet er ook niet, ik ga niet zeggen certificatie, maar minstens een catalogering van de klanten komen om de leveranciers een zekere bescherming te geven dat ze niet instappen met grote kans tot falen. Ik weet niet of dat daar ergens... Ja, dat is een zeer pertinente vraag. Hè. En ik wil hier zeker niet de neiging wekken dat het langs één zijde gebeurt. Het zijn twee partijen die elkaar ontmoeten. En uiteraard, er is heel veel te vertellen ook. Want in mijn eerste paper dat ik gepubliceerd heb ik eigenlijk al een klein beetje de principal agent theorie gefalsifieerd door te zeggen, die werkt altijd unidirectioneel naar de agent toe. En daar heb ik al gezegd, de principal agent theorie gaat niet op in die constellatie. Er is minstens een bidirectionele werking. Dat heeft mij geleid tot het feit dat er uiteindelijk andere theorieën moeten zijn die mogelijk ze mede een verklaring kunnen geven voor het falen dan de principal agent theorie. Omdat de principal agent theorie inderdaad te eenzijdig naar die ene kant gaat. En inderdaad, vertrouwen is een zaak van twee kanten. Ik heb nu natuurlijk enkel het vertrouwen bestudeerd die langs de ene kant is ontaard geweest, maar het spreekt voor zich dat ook een realistische situatie is, dat bepaalde bedrijven daar vaak ook op aansturen en ook niet altijd zo kosher zijn als ze naar een leverancier toe stappen. Dank u. Dank u voor de vragen. Dan kom ik nu bij de twee promotoren. Eerst misschien professor De Schoolmeester. Beste Jan, en hoeveel keren heb ik e-mails geschreven met beste Jan de Vos, beste promovendus. Ik heb zoveel jaren gedoseerd in dat domein dat ik het dus een beetje ga in eerste instantie zeggen. Ik feliciteer u, ik weet dat ik er verschrikkelijk veel heb bijgeleerd. Maar stel u voor, op 13 september 2004 komt u bij mij. Ik wist dat ik op pensioen ging gaan, dat die brief klaar lag. En komt daar Jan de Vos vragen, zou ik kunnen doctoreren aan deze universiteit? En bijvoorbeeld zou je me daarbij kunnen bijstaan, promoveren, of promotor zijn? En ik twijfelde, want ik hoorde u zeggen zo, KMO, ik wist dat u dat zeer goed kent. Dan hoor ik u zeggen, COVID, ik ga jullie niet lastigvallen, maar dat is een hele reeks van processen, daar wordt continu over geschreven, dikke boeken. Toepasselijk voor KMO's, dan dacht ik, ai, wat wil Jan hier doen? Maar ja, hij is betrokken in IT-governance-instituten en zo, en speelt daar een rol mee. Ik dacht, hier ga ik veel kunnen leren. Dan heb ik gezegd bij mezelf, doe dat, laat dat niet vallen. Dat pensioen trekt u dan niet aan, dat is een financieel probleem. Ga mee, zoek een collega die wel goed kan promoveren. En dan nog bij de ingenieurs, ikzelf een ingenieur zijnde en meer in de faculteit economie, aangesteld zijnde, dacht ik, hé, dit is een kans van mijn leven, want in 1976 was mijn doctoraat onafgewerkt. Ik had toen 25 bedrijven, dat waren grotere bedrijven in Vlaanderen, bezocht en de vraag gesteld, ik heb nu een ERP ingevoerd, in 1971 gevraagd en in 1976 dan weer gaan kijken, heeft dat nu opgebracht? Ik durf daar niets over zeggen, maar ik denk eerder dat ik niets zag van die opbrengsten, dus ik heb veel twijfels over wat er... Maar het is evident dat IT overal grote bijdrage. Maar niettemin, dacht ik, nu ga ik daar misschien toch iets aan hebben, satisfactie dat wat ik niet kon oplossen, dat dat misschien moet bekeken worden op de mislukte gevallen. Ik zelf had er ook veel meegemaakt. Ik dacht, dit wordt de kans van mijn leven, zoals ik al zei, te leren. En ik heb ook veel geleerd, want ik zou eigenlijk in plaats van dat vraagteken... Dat vraagteken is voor mij weg. Eigenlijk willen vragen dat je voor het publiek de slides voorlegt, de theorieën. Want ik weet wat ik toen gezegd heb, Jan, er is iets dat je niet hebt. Ik had u al vaker ontmoet, ook als studerende in de Vredeschool, die grote
ellipsen met die theorieën op. Ik zeg, Jan, je kunt geen doctoraat, ja, dit hier, hè, je kunt geen doctoraat doen zonder de theorieën allemaal te bekijken. En je moet er minstens 3, 4, 5 vinden die misschien relevant zijn. En we moeten daarover leren in welke mate ze belangrijk zijn. En dan zou ik zeggen, ik moet u feliciteren. Je hebt daar een enorm werk, en dat wordt ook al in de wetenschappelijke wereld erkend. We zijn samen soms op conferenties geweest. Ik denk niet dat wij alleen maar reizen, maar het is juist dat ik soms in Parijs met Jan zat, soms in Como in Italië, en in Guimarães in Portugal. Dat was al voldoende om te zien dat Jan echt groeide en de kennis van die theorieën heeft voorgelegd. En dan zeg ik, chapeau Jan, hier heb ik veel bij geleerd. Stel u voor, dus ik moet al geen vragen bestellen. En toch heb ik u vanuit 10.000 kilometer ver vorige week een e-mail geschreven. Ik hoop dat gaan bekijken. Wat stond daarin? Jan, ik heb niet gezegd dat het niet juist was wat je vond, maar ik vind het wel juist. Het is wel een basis voor wat we daar verder moeten doen. Maar ik heb toch gezegd, je weet je wel toch, zoals ik zelf, dat de zaakvoerders, zoals je zelf er net nog ook aan de collega gezegd hebt, zo vaak mis zijn in de KMO. En dat we ze inderdaad zouden moeten kunnen opleiden. En dat KMO IT daar ook veel in doet. Maar stel ik je voor dat ik nog dingen liggen heb van een aantal zaken in. Een KMO'er heeft geen goed begrip over de totale kost van dat project. Die ziet dat ook zo niet. Hè? Die ziet die eerste facturen en die zegt, ah, dat zal doenbaar zijn. Maar die onderschat dat. Die KMO heeft geen eigen personeel die competent is, omdat ik overdrijf wat. Hè? Dat is natuurlijk niet in elk geval. Ik weet dat dat in 3/4 van de gevallen meestal wel een beetje waar is. Hè? Ze hebben er niet het voldoende competent personeel om het te doen. Ze willen het overhaast doen. Dat zijn goede managers. Rap. Hè. Hier kan ik hier dat binnen 3 weken hebben. Dat moet 2 jaar zijn. Ze willen het rappen. En nog erger. Ik ken KMO's. En zeker in de gevallen die we kennen. En die voor het gerecht komen. Die echte trustbrekers zijn. Die zitten klaar al. De juiste goedkoopste te vinden. De lemon market. Hè, dat is misschien de goedkoopste vinden. Die het wel wil doen. Hè, die zo sukkelachtig is om daarin misleid te zijn. En die zit al klaar om met zijn advocaat achter de rug. Desgevallen de kneep toe te passen en zeggen, zie dit, ik heb u zin. Dat is een beetje overdreven, maar in feite is dat uw stelling P1. Is het niet een beetje zo, dat dat eigenlijk meer is dan vertrouwen? Het is dus eigenlijk de incompetentie zelf, als ik mag overdrijven. Sorry voor de KMO's die hier zitten, die vigeert van de IT. Hè? Wat denk je daar nu echt van? Nou, wat ik daar ook denk. Heel veel. Nee, het is inderdaad zo. En ik denk dat ik misschien toch wel met het onderzoek heb aangetoond, ik heb het in het begin gezegd, het is echt heel moeilijk om puur positivistisch bezig te blijven. En te zeggen, ik ga daar nu een paar variabelen uitpikken en dan ga ik een keer bewijzen dat die dus uiteindelijk de sleutelfactoren zijn om dat aan te tonen wat dat hier verkeerd wordt. Ik heb het gedaan met theorie van vertrouwen. En met theorie van controle. Hè, dan is ook de vraag gekomen, ja, wat is nu uiteindelijk? Want de veralgemening van wat dat hier uiteindelijk nu kunt, kunt je dat veralgemenen? En dat staat ook heel duidelijk in mijn boek. Je kunt dat zomaar niet gaan veralgemenen. Dan is de vraag, ja, wat heb je er dan aan? Hè? Wel, we hebben minstens een inzicht gezien dat een aantal theorieën toch wel een grotere rol spelen dan andere. Wat dan we bijvoorbeeld toch, of wat ik toch wel gedaan heb, is een aantal parameters, want er zijn zoveel parameters die met dergelijke fenomenen gepaard gaan, dat het eigenlijk onbegonnen werk is om met alle parameters terzelfde tijd gaan rekening houden. En die parameters waar u nu over spreekt, zijn natuurlijk ook aspecten die minstens een onderzoek, ook meerdere doctoraal onderzoeken misschien, zouden kunnen gespendeerd worden aan die facetten, die uiteraard ook een rol spelen, want die markten zijn inderdaad niet zo eenzijdig. Maar dat is een beetje het probleem, denk ik, dat het onderzoek, het ICT-onderzoek, denk ik, nog onvoldoende, laat ons zeggen, het interpretatieve onderzoek, die meer moet toelaten om dergelijke interpretaties op een wetenschappelijke manier toch te funderen, heel vaak overschaduwd worden door toch positivistisch onderzoek, waarin dat men toch maar een aantal hypotheses vlug probeert te gaan toetsen, en daaruit dan de algemene waarheid gaat proberen. Ja, beetje ik ben er niet echt mee akkoord, maar langs de andere kant, het geeft wel een verklaring, waar het altijd dat ze eigenlijk heel beperkt is, maar om die veelheid aan parameters allemaal in één onderzoek mee te nemen, ik ben er mij van bewust dat je sowieso fouten maakt door niet alle parameters mee te nemen, maar ik heb ook niet onmiddellijk
ja, de moed, zou ik zeggen, om, en zeker niet de tijd om die allemaal te gaan modelleren. Ik zie dat de Provavend dus toch nog wat zenuwachtig doet daarover. Ik heb een geruststelling. Ik heb hier een recent boek, Business for the 21st Century. Ik kan het u niet als cadeau geven, want het is van een bibliotheek. Maar het zegt het woord simplicity en trust. Toen heb ik dat boek genomen en waar Rempel zegt dat we vandaag de dag waarschijnlijk, en zeker onder ingenieurs, nog meer dan op controle, hè, die we eigenlijk een van onze basiselementen is van de discipline, hè, inderdaad die menselijke aspecten van trust echt zullen moeten toevoegen. Misschien nog meer dan vroeger. Hè. Maar trust die met kennis van zaken, ja, dat is een beetje tegenwicht, dus ik moet u geruststellen, we zijn eigenlijk tot conclusies gekomen die 21ste eeuw zijn. En dat is nog maar het begin van deze eeuw. Het is geen stukje, het is geen stukje dat Jan zelf misschien. Nee, het is van een andere auteur. Oké. Dank u, proficiat. Ja. Dank u. Dan tenslotte de tweede promotor, collega van Landegem. Dank u, meneer de voorzitter. Jan, uiteraard ook volmondig proficiat. Als co-promotor heb je altijd een belangrijke morele plicht, een uitdaging om alles in de baan te leiden. En uw onderwerp, ik heb zelf, voor ik in de academische wereld begon mijn weg te zoeken in de industrie gewerkt, zowel aan de kant van de principaal als aan de kant van de agent. En ik zal u mijn diepste overtuigingen over IT besparen, maar laat me hier in dit gezelschap zeggen dat ik het een krabbenmand vind. En de uitdaging, en dat was wat je wou doen, hè, die krabbenmand proberen te analyseren op basis van theorieën die falsifieerbaar zijn, die je uiteraard kan publiceren. Dat was volgens mij een zeer, zeer ambitieuze doelstelling. En daarom wil ik ook bij mijn proficiat en mijn waardering, mijn co-promoter, collega de schoolmeester betrekken. Want zonder hem zou ik er waarschijnlijk niet aan begonnen zijn, maar zo denk ik toch wel heel wat uitdagingen gehad hebben dankzij zijn wel mengeling van eruditie en tongue-in-cheek zijn we daar zeer goed doorgespannen. Ik heb een heel klein vraagje. Wel, zo beginnen we misschien de moeilijkste, maar nee. Uw OSF-model, inderdaad, is opgealludeerd. Er zijn wat feedbackloops en dergelijke, maar ik wou één klein toetsingsvraagje stellen. Namelijk, er is zo'n mooi pijltje, praktijken vanuit de agent, praktijken die kunnen helpen om de tevredenheid, het gebruik, vertrouwen van de principaal te beïnvloeden. Kun je me één voorbeeld noemen van zo'n activiteit die had zij inderdaad toegepast geworden of had die agent dat gedaan, dan zouden in één, misschien meerdere van uw cases, zou het anders gebeuren. Zo kan kort antwoord, nooit liegen. Nooit liegen. En uiteindelijk, als je naar de klant toestapt, als je naar de principaal toestapt met beloftes, en zeker dan beloftes met betrekking tot het inzetten van bepaalde competenties, die dan uiteindelijk achteraf gewoonweg niet worden ingelost, is eigenlijk al een vertrouwensbrekende component die dermate vergiftigend werkt op de samenwerking, dat eigenlijk vaak daar al het al verdronken is. Ook als dat zou leiden tot het voortijdig stoppen, want ja, veel van die agents beginnen er misschien zelfs aan met een heel positieve gedachte, maar voelen dat als ze inderdaad te vroeg de waarheid zeggen, dat ze het contract kwijt zijn, tuurlijk, dat de principaal naar een andere agent gaat. Want natuurlijk, als je dat consequent volhoudt, je wel eerlijk zult sterven, maar wel van om. Maar dat is hetgeen dat ik vaststel, dat er een zelfreinigend vermogen toch wel ontstaat op de markt, waarin dat een aantal echte niet-lemmens zich echt profileren en zelfs een soort ontraving geven aan KMO's en zeggen, kijk, sorry, als jij er zo voor staat, dan begin ik er niet aan. Hè? En dat is een ontradingsplicht, wat natuurlijk inderdaad zeer moeilijk is, en wat moeilijk commercieel bekeken dan, maar voor bepaalde mature bedrijven toch wel een praktijk is, wat ik hoor links en rechts, die al toch meer en meer wordt beoefend, daar waar vroeger zei, ja, hoe meer klanten, hoe beter, kom maar af, dat men nu eigenlijk toch wel iets kritischer daar tegenover. Maar inderdaad. Voor deze vragen zijn er nog andere personen in de zaal die een vraag wensen te stellen.
Blijkbaar niet, dan zal de examencommissie zich nu terugtrekken voor deliberatie. Tot straks. Collega's, dames en heren, het is me genoegen het resultaat van de beraadslaging mee te delen. De examencommissie heeft zich bij haar besluit gebaseerd op het proefschrift in eerste instantie, de resultaten van de eerste verdediging. Ook de presentatie van daarjuist, die bijzonder goed gesmaakt is door de examencommissie en ik neem aan door het publiek ook. En tenslotte door de manier waarop de vragen beantwoord zijn. En op basis van al deze elementen heeft de examencommissie unaniem beslist om aan de heer Jan de Vos de academische graad van dokter in de ingenieurswetenschappen toe te kennen. In naam van de examencommissie, mijn persoonlijke naam, onze hartelijke gelukwensen. Het is me ook een genoegen u al een afschrift van een diploma, het eigenlijke diploma zal u later bezorgd worden, maar reeds een afschrift te bezorgen. Dank u. Nog eens mijn gelukwensen. Proficiat en veel succes ermee. Hierbij, dames en heren, is dan het officiële gedeelte van deze zitting beëindigd. Dank u. Ik zou in eerste instantie toch een paar bedankingswoordjes willen plaatsen. In eerste instantie mijn twee promotoren. Ik heb denk ik het geluk gehad om eigenlijk twee promotoren te hebben, academische huisvest te zijn. Het is niet evident om een doctoraat te starten in een hogeschool die uiteindelijk die traditie niet heeft. Ik ben daarom heel blij dat ik academische huisvest ben geweest bij Rick van Landeghem. En ik dank ook hem en zijn team. Ik heb daar ook de mogelijkheid gekregen om een aantal van mijn werken te mogen voorstellen, een forum te krijgen om uiteindelijk ideeën uit te wisselen. En dat is toch wel heel belangrijk voor het voeren van een onderzoek. En uiteraard in tweede instantie Dirk de Schoolmeester, dat ik al heel lang ken, en waar ik ook destijds les heb van gekregen toen ik mijn managementopleiding volgde. En die toevallig een aantal domeinen verzamelde, KMO's enerzijds, ICT anderzijds. En voor mij was dat als ingenieur een openbaring dat een dergelijke thematiek eigenlijk ook op een academische manier kon behandeld worden. Dat is voor mij, dat heeft eigenlijk gans mijn carrière al een stuk bepaald. En ik ben dan ook blij dat Dirk zich heel intens gegooid heeft, zeg maar, in het co-promoterschap van dit doctoraat. We zijn inderdaad samen op Zwier geweest. Op Zwier is een beetje te oneerbiedig uitgedrukt, maar we zijn daar een aantal conferenties geweest. En Dirk heeft mij geïntroduceerd. Ik zou zeggen, bij de grootte der aarde, ik sta er versteld van. Ik heb heel veel literatuur gelezen, heel veel papers, namen dat je tegenkomt. En dan zegt hij, kan ik je voorstellen van die man. En ja, dat is zo precies een celeb dat je dan ontmoet. Dat je zegt, ja, dat is nu die man die befaamde papers heeft geschreven. Ik ben er echt blij mee. Ik dank hem daarvoor heel hartelijk. Ik dank ook de overige leden van de commissie voor een intens leeswerk en vraagstelling. Ik vond het eigenlijk ook wel boeiend. Ik hou een beetje van mijn challenge. Ik vond het interessant om uiteindelijk van idee te wisselen over de thematiek. Hartelijk dank daarvoor. Er zijn nog een aantal mensen uiteraard dat ik moet bedanken. En ik zou in eerste instantie toch de Hogeschool, de Hoogwest, hartelijk willen bedanken. Dan in eerste instantie, in middel van de persoon van algemeen directeur, Lode de Heijter. Ik ben enorm blij dat de hogeschool die kans gegeven heeft om uiteindelijk een doctoraat te kunnen starten. Het was niet evident, maar ten alle tijde hebben zij uiteindelijk toch wel, laten we zeggen, die odyssee een stuk begeleid. Altijd interesse betoond ervoor. En even een grote bedanking gaat naar het departementshoofd Anne van Boeren, die ook altijd het academisch onderzoek diep in het hart heeft gedragen. En daar eigenlijk altijd positief tegenover gestaan heeft
en eigenlijk altijd een bemoediging heeft gegeven op momenten dat je het soms ja, niet meer zo goed ziet zitten, dat je dan toch weet dat er mensen zijn die ook weten dat je met zoiets bezig bent. Een hartelijke dank daarvoor. Ik ben oprecht blij. Ik ben op vele plaatsen geweest om mijn werk te gaan voorstellen. Dat is ook nodig dat je dat doet. Je moet dus een aantal publicaties kunnen voorleggen. Die publicaties moeten halen bij conferenties. Ik ben blij dat de hogeschool heeft uiteindelijk die volledige kosten op haar genomen. Om uiteindelijk heeft daar geen enkele keer een probleem van gemaakt. Ik ben ze daarvoor echt heel erkentelijk dat ik dat hier heb mogen doen. Ik vind het in die zin ook heel belangrijk dat de toenadering naar de universiteit, want we worden straks een deel van de universiteit, dat ook de universiteit dat bereid is geweest, niet alleen bereid, maar volmondig onmiddellijk heeft toegestemd om hier dat doctoraat toe te kennen. Ik ben daarvoor heel dankbaar. Uiteindelijk wil ik ook nog een aantal mensen bedanken, heel veel die mij links en rechts hebben geholpen tijdens het tot stand komen van het werk. Er zijn er heel veel, ik ga ze niet allemaal opnoemen, jullie zijn allemaal heel hartelijk bedankt. En een laatste woord ga ik uiteindelijk richten tot mijn gezin. Ik ben al wat ouder, ik heb 2 volwassen kinderen. Normaal is het zo dat de kinderen altijd klagen dat papa nooit aanwezig is als ze voor de eerste keer promoveren of als ze ergens een belangrijk examen achter de rug hebben. Bij deze is het net omgekeerd. Hier is papa degene die het examen achter de rug heeft. En helaas, mijn 2 volwassen kinderen, die konden hier vanavond niet bij zijn. Mijn dochter zit momenteel in Rotterdam, staat op het podium in Rotterdam. En mijn zoon, die beweert dat hij ook een heel belangrijk examen heeft. Ik neem aan dat het waar is. Maar goed, en zeker, ik draag ze mee in mijn hart. En dan het laatste zou ik echt mijn vrouw Anne willen bedanken. We hebben al heel veel meegemaakt samen. We zijn al 25 jaar en route, zeg maar. En ik hoop dat we nog vele jaren samen kunnen die weg bewandelen. En het is echt ook een steun geweest om dat te kunnen realiseren. En dat je thuis komt en dat je uiteindelijk ook dat uw grootste supporters dan toch thuis zijn. Bedankt allemaal en bij deze zal ik jullie willen uitnodigen om een glaasje te drinken op het afloop van dit gebeuren. Ik heb graag heel kort nog een woordje gepleegd. Meneer decaan, meneer de voorzitter, beste leden van de commissie, jury, Jan, proficiat alleszins, beste collega's, genodigden. Ik ben zeer fier op onze dokter Jan de Vos, die uiteindelijk heel hard moeten werken heeft, die in de combinatie huisgezin werken en dan ook nog doctoreren, is een unieke combinatie. En ook omdat dit toch wel een heel belangrijke spreuk, theorie zonder praktijk is ijdel, maar praktijk zonder theorie is blind. En ik denk dat we ook uit deze toch wel belangrijke spreuk veel kunnen leren. Inderdaad, vanuit mijn opleiding zou ik zeggen, het is een multiple input-output systeem, niet lineair, multivariabel, waarbij u ook de componenten vertrouwen, psychologie en communicatie in vervat geeft. Wel, ik denk dat u het goed gebracht hebt, Jan, en dat u op basis van deze, laten we zeggen, theoretische onderbouw, dat we veel meer concreet de goede praktijken zullen kunnen gaan uitvoeren en ook ten dienste van de KMO's. Want dit is toch wel heel essentieel. West-Vlaanderen is een belangrijke KMO-regio en de dynamiek die ook ontstaat is mondiaal. Vandaar ook dat ICT cruciaal en vitaal is ook voor de transformatie en de groei van ons Vlaamse bedrijfsleven. Ik hou er toch aan als vooral de decaan te danken en uiteraard al de juryleden dat het hier in Kortrijk in de Hogeschool West-Vlaanderen kon en mocht doorgaan. Bedankt van harte dat jullie de moeite gedaan hebben, inspanningen, om uiteindelijk hier alles te kunnen en ook hier te mogen organiseren. Van harte dank. En dan stel ik ook voor, Jan, dat we de praktijk gaan beoefenen en een glaasje gaan nuttigen. Dank u. Goed idee. Dank u. Hallo, ik ben blij. Dank u. Dank u. Dank u.
confidential.